Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups & Down. Liam die is buiten aan het spelen en Sam en Jordi zijn naar school. Eigenlijk zou Liam vandaag al naar school gaan, maar omdat we alles zo goed mogelijk met Liam willen doen, is er besloten om het woensdag te laten doen. Dus ja, dat. En ik heb brood gehaald voor Liam en voor mij. En straks is het weer tijd om Sam op te halen en dan weer Jordi ophalen. En dan gaan we zien hoe de dag verloopt. Komt allemaal goed. Joef, ga je even de gang op? Altijd als hier de kinderen gaan eten, gaat Joef even de gang op. Want anders pakt ze alles af. En de kinderen geven het mama met liefde. Joef, lopen! Ik heb heel eventjes W2Play, Aquaplay opgezet. Ik kan niet lekker spelen. Succes, Liam. Dan kan straks Sam er ook mee spelen. We hebben Sammy opgehaald. Ja, het was je laatste dag, hè? En nou gaan we lekker naar huis. Er is lekker broodje onder het eten. Lekker genieten, jongens. Liam heeft even buiten gespeeld. Op een paar boze momenten na. Maar dat komt goed. Ik had er veel meer in. Lekker spelen. Wil je niet lekker spelen? Lekker spelen. Ze hebben een melkje gedronken, gegeten. Ik ben nu op de school van Jordi. Ik ben wel te vroeg hoor, daar niet van. Maar ik ben aan het wachten natuurlijk nou. En één voordeel is... Het slaapt alles. Oh, ik heb iets tussen zijn tanden zitten. Dat vertellen jullie mij weer niet, hè? Vertel me dan nou eens op tijd. Maar ja... Lekker rustig. Nu wacht op Jordi en een spelletje spelen. Want nou heb ik een keer de telefoon zelf. Hoef ik hem niet af te geven. Het heeft zo zijn voordelen. Nadeel is dat ik ze straks weer naar binnen moet krijgen. Dus dat moet ik weer op mijn gemakje doen. Dus daar doe ik mijn best voor. Ja. Dus. Toen ik Jordi op ging halen, lag hij te slapen. Ik legde hem net op de bank. En toen dacht hij, hey, ik ben thuis. Ik ben wakker. Dus hij is net wakker geworden. Ik ben even aan het wakker worden. Die twee andere apen, die ligt te slapen. Lekker rustig. Lekker. Even heerlijk. Ik ga mijn t-shirt uitdoen, waardoor ik lekker in een peksje loop waar je alles in ziet. Hoeft mij verder niet. Maar ja, daar film ik niet zomaar in, want ik vind het niet verstandig om zo op internet te staan. Maar goed, ik ga drinken voor hem pakken en even zijn tablet. Want dat heeft hij verdiend, kreeg ik te horen. Hij heeft echt zo verschrikkelijk hard zijn best gedaan. Ik ga hem daarna eventjes wat zout geven. Dus, of wat chippies of weet ik veel wat. Maar in ieder geval dat even zijn zoutgehalte omhoog is. Want hij is een beetje dizzy. Dus ik ga eerst zorgen dat hij genoeg vocht binnen heeft. En dat hij even wat lekkers heeft. Ik had nog een kaasbroodje. Ik weet dat Jordi dat lekker vindt. Normaal pak ik andere kaasbroodjes. Maar ik weet dat die... Ik kan die wel waarderen van mama's. Hij moet er alleen heel even aan wennen. Doe maar happen. Dit kun jij happen. Doe maar happen. In je mond stoppen. Niet meer spelen. Gewoon happen. Dan heeft hij in ieder geval iets binnen. Ik dacht ik kan wel chipjes gaan geven, maar dat plakt overal zo. En dit niet. Daar ligt hij hoor, met zijn blote buik. Lekkere etter van me. Lekkere etter. Nou heb ik ook even tijd voor hem. Dan kan ik even voor hem zorgen. Dat is ook wel af en toe fijn. Als die twee het een keer opgeven. Een hele goede middag. Ik heb de hele tijd nog niet gevlogd. We hebben het heel erg druk gehad. Niels is met onkruid bezig geweest langs thuis. De kindjes, die waren gewoon de kindjes. Lekker druk.
En toen moest ze om 11 uur naar de kapper. Niels is lekker weer kort. En de rest is ook allemaal kort. En waar gaan we nou heen? Nou, in eerste instantie gaan we even naar mijn ouders toe. We gaan Jordi afzetten. Want hun letten even op Jordi en et cetera. Dus dat. En daarna gaan wij naar mijn neef toe. Want zijn zoontje is jarig. En dan gaan Liam en Sam gezellig mee. En mijn ouders zorgen dan voor Jordi. En dan gaan we na die verjaardag gaan we naar mijn ouders toe. En dan gaan we daar eten. En dan gaan we weer een keer naar huis. Dus dat is de bedoeling. Zo, we hebben de verjaardag weer gehad. Nu zijn we onderweg naar huis. Jordi zit lekker op zijn gemakje hier. Daar hebben we Liam. En Sammy ligt al te slapen. En het was heel gezellig. Daarna hebben we bij papa en mama gegeten. Bij mijn ouders. En nu zijn we onderweg naar huis. Dus ja. Dan, ja, we zijn maar 3 kwartier thuis. Dus. Good morning. We zijn al even wakker. Ik ben boven gewoon aan het opruimen. Niet aan het poetsen, maar aan het opruimen. Vorige week natuurlijk alles helemaal nog gedaan. Bedden verschoond. En gewoon opgeruimd. Hier lag allemaal helemaal vol met speelgoed. Dan moet ik Jordi's kamer nog doen. Die ziet er nu zo uit. Dus dat. Nou, als ik nu ga poetsen, dat heeft gewoon geen nut. Maar de bedden moeten wel verschoond worden. Dus ja, ik ben was aan het wassen, et cetera, et cetera. Niels beneden met kinderen. Dus ja, dat. Maar ja. Dat. Ga ik ook ontbijt maken en alles. Maar als ik nu ga poetsen, dat red ik gewoon allemaal niet met alles. Dus ja, dat. Goed, ik ga eventjes verder hier. En dan, ja, dat. We gaan weer ontbijten. Hey Jordi. Mama heeft boven alles opgeruimd. En de was gedaan. Nog een lekker ontbijten. Nu is het even de waaier pakken. Want dan vind ik het warm. Ik ook, maar hè. Dus ja. Laten we gaan ontbijten. En ja, ik weet het. We doen het standaard. Alleen, weet je wat het is? Het is een gewenning ook voor de kinderen. Om zonder gewoon lekker aan tafel te zitten. Met het lekkere ontbijtje. Dus ja, wat doe je dan? Even Jordi een broodje geven, dat doe je. Alsjeblieft. Maar deze gaat wel hier inzetten. Jordi en Sam liggen op bed te slapen. Liam die wil niet slapen. Maar we zijn wel samen een filmpje aan het kijken. Hè? Kom dan kijken. Zijn we gaan kijken. Ja. Ja. Ga kijken. Wij gaan vanmiddag weg. En wij gaan naar eerst op het terras zitten met de familie van Niels. En daarna gaan we pannenkoeken eten. En super gezellig. Maar ja, daar moeten de kinderen wel even gerust voor hebben. Dus ondanks dat Liam misschien niet slaapt, gaat hij wel gewoon lekker relaxen. En kan hij daarna spelen. Maar we hebben dus, omdat het zo warm is, besloten om eventjes de rest van de kids even op bed te leggen. Hij wil niet op bed liggen, maar prima, dat mag. Dus lig ik even met hem zo op de bank, dat hij even lekker zijn ding kan doen. Niels is eventjes aan het rommelen met onkruid. Weg aan het trekken en aan doen. En ja, dadelijk een keer douchen en klaarmaken. Dus, ja. En hij heeft net al pepernoten op en dat soort dingen allemaal. Lekker gewoon een beetje zitten snoepen en drinken. Ook belangrijk. Dus, wauw. Wauw. Dat zijn bijen. Wauw. Ja, wie dan moet vertellen? Wauw. 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 Hey, Joefie zit daar. Die zit mee te genieten van ons. Ik heb mij zo ver klaargemaakt. Ik heb de jurk aan. De jurk had ik gisteren ook aan. Heb ik straks vanochtend uitgewassen en gedroogd. Dit is mijn to-go-to geurtje. Dit is het geurtje wat ik
altijd al droeg toen Jordi net geboren was in de couveuse lag. Dat is dit geurtje. Als ik dit geurtje heb, wordt Jordi altijd rustig. Dus alle drie mijn kinderen zijn gewend dat ik dat geurtje draag. Als ze dat geurtje ook ruiken, dan weten ze ook mama is in de buurt. Dus dat. En als ik dan ooit eens een ander geurtje op heb, vinden ze prima. Maar niet top top. Maar goed, ik moet heel even mijn haren borstelen. Ik zal jullie even laten zien wat ik dan meestal doe. Ik zit te twijfelen. Ga los of ga vast. Dat. Maar jullie blijven staan. Blijf staan. Meestal doe ik dan dit. Ik denk dat ik gewoon een haaklem meeneem. Ik denk dat ik dat doe. Ja, en dat ik het gewoon even loslaat totdat het een beetje droog is. En dat ik het dan vastzet. Dus dat. Oh ja, iemand vroeg aan mij of ik door mijn haar wil borstelen. Nou, meer kan ik er niet van maken. Liam heeft niet geslapen. Jordi en Sam wel. En nu zijn we onderweg. Zoals jullie zien in mijn zonnebril. We gaan naar pannenkoekenbakken. Zo heet dat. En deze etters gaan mee. En het is ook een etter, de grootste van het hele stel. Dus dat. Ja. Oh echt? Oké. Nou dat. En toen waren we weer thuis, gedoucht en wel, want de kinderen die plakten aan alle kanten. Het was hartstikke gezellig, maar dit was wel voorlopig de laatste keer dat ik met de kinderen uit eten ben geweest. Het geeft zoveel stress. De kinderen hebben het super goed gedaan hoor, maar voor mij geeft het heel veel stress, voor Niels geeft het heel veel stress. Je bent meer met de kinderen bezig dan met de mensen met wie je bent. Dus wij hebben besloten dat dit voorlopig even de laatste keer is dat we uit eten zijn gegaan. Maar goed, we zijn net dus thuis. Kinderen liggen net in bed. En hierbij ga ik ook deze ups en downs afsluiten. Want ik ga van alles klaarzetten, et cetera. Morgen moet Sam naar de peuterklas voor de eerste keer. Jordi gaat gewoon naar school. En Liam is bij mij thuis. Dus, want die gaat woensdag pas. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.